Wat een ritueel allemaal, zeg. Voordat er eindelijk zaken kunnen worden gedaan. Dat het allemaal moet. Ja, kijk. Ik heb... jullie zijn benieuwd wat ik ga zeggen. Ik mag jullie wel jullie zeggen. Hè? In plaats van u. En ik ben zelf ook zeer benieuwd wat ik ga zeggen. En ik had natuurlijk allemaal dingen van die niet, want het is Rotterdam, is ook eigen die niet deugen. En, maar ik zou toch in de eerste plaats zou ik willen oproepen tot een, laten we zeggen, een nog grotere eensgezindheid onder alle Rotterdammers. En dat zijn de mensen die in Rotterdam wonen, dat zijn de Rotterdammers. En dat maakt mij geen reet uit waar ze vandaan komen. Dat zijn de Rotterdammers en we moeten met elkaar moeten wij deze stad nog hoger opstuwen in de vaart der volkeren. We zijn daar zelf wel een beetje, misschien met het naderen van de voltooiing van de stad, dat er een beetje, dat de dingen iets te groot worden misschien voor de menselijke maat. Ik moet denken aan de Markthal. Bijvoorbeeld die een beetje opgeblazen indruk maakt. Maar en ook dat, ja, wat mij wel dwars zit, is dat ding wat men naast Boijmans neer wil gaan zetten. Dat ook hoger is dan Boijmans zelf. Wat mij voor een dépendance iets te hoog gegrepen lijkt. En dan is de vraag, moet je het dan niet omdraaien? Moet dan dat niet het museum worden en dan dat Boijmans als dépendance een opslag geldt. Dat en wat mij ook, ik moet zeggen, dat ik ook dacht, kan het niet een onsie minder? Dat is dat plan om die twee enorme, ja, wat moet ik zeggen, de ballen van Rotterdam voor het station neer te leggen. Kijk, ik vind een plein, wat is een plein? Een plein, dat is een lege plek, min of meer midden in de stad. Hè, waar men tezamen kan komen. En als je dat daar notabene van een Deen. Dan heb je geen plein meer. Hè, dat hebben we ook met dat plein, hoe heet het? Is het nou, ja, Doelenplein. Dat is al jaren, werd daar ook over, ja nee, dat plein, ja, daar zaten ze mee. Ja, dat was een lege plek midden in de stad. Nou, prima toch? Ja nee, dat moest dan weer allerlei bebouwing en dit deugde niet. En toen besloot men uiteindelijk maar een enorme bioscoop daar neer te zetten. Die overigens, als je komt vanaf de Kruiskade. En naar die Middellandse Oudje zo de stad in kwam lopen, want je vroeger aan het eind van die straat. Prachtig, de toren van het stadhuis daarop zag reizen, die nu geheel wordt door de bioscoop is misschien wel een teken van de tijd ook dat het toch, ja, die gasten hebben waarschijnlijk toch het meeste betaald om daar die bioscoop te krijgen, dus... Is dat beeld van die, dat is, dat hebben ze even niet bekeken, dat het verduisterd zou zijn daardoor. Goed, maakt niet uit. We maken allemaal vergissingen in onze ijver om Rotterdam mee te laten tellen, terwijl Rotterdam natuurlijk per definitie de belangrijkste plek, zeker van ons kleine, ontzettende kleine landje is, natuurlijk, als poort van Europa, dat zullen we blijven. En dan kunnen wij moeten daar een beetje vanaf, dan wij nog steeds met een soort van collectief minderwaardigheidscomplex lopen, omdat het ons is wijsgemaakt, Rotterdam, ja, dat wordt een beetje als vanzelfsprekend, ja, oh ja, daar heb je ook nog Rotterdam. He, dat, nu worden er bijvoorbeeld al, las ik, dat er in Amsterdam worden de plannen gemaakt dat Amsterdam al twee keer zo groot wordt en dit en dat. En die, maar die plannen, kijk, die moeten hier worden waargemaakt, weet je. Wij moeten ons aansluiten met Antwerpen en dan zo, dat nemen we zo Dordrecht erbij en zo en de Berg op Zoom en dan gaan we hier vandaan naar Delft en dan nemen we de Haag ook even mee.
Weet je wel, en dan zo en dan Leiden en dan naar Haarlem. Van mijn part Amsterdam. En dan gaan we zo door het Gooi, zo naar Utrecht en Amersfoort. En als dat allemaal aan elkaar is gebouwd, kijk, dan kan je misschien gaan spreken over een echte stad. Waarbij Amsterdam en Rotterdam twee wijken zijn van dezelfde stad. En dan, dat noemen wij dan de Randstad. En dan een Europees verband. He, dan heb je ook, maar je moet ook niet geen concurreren met Antwerpen. Nee, samenwerken. Maar ik weet niet hoe dat nou wordt gezien. Want ja, we hebben natuurlijk de havenbelangen een tijdje terug overgedaan. Aan de Haag. He? Die hebben het ook voor het zeggen. En nou lees je in de krant dat de haven van Rotterdam te duur wordt. Omdat natuurlijk die gasten daar in de Haag, die daar zitten, die eigenlijk ook, ja, ik moet zeggen, niet pro, ja, ze zijn niet, misschien niet anti-Rotterdams, maar ook niet pro-Rotterdams. Maar die zien wel ineens van, dat het een aardige bron van inkomsten is natuurlijk. Dus dat hadden we misschien niet moeten doen. Want steeds meer schepen gaan ook, dadelijk ook naar Amsterdam. Want daar ligt nog een hele containerhaven die ze ooit door een Egyptenaar zich hebben laten aansmeren, waar nog nooit een schip is geweest. Ja, dat ligt daar maar. En nou gaan ze ook de sluis verbreden. Want dat is natuurlijk, kijk, bij ons kunnen ze gewoon naar binnen en naar buiten varen. Geen enkel probleem. Die schepen een beetje diep. Oh, dan graven we toch een geultje. Dat ligt al klaar. Maar daar moeten ze allemaal door die sluis heen. En nou gaan ze de sluis uitbreiden, want die havenwethouder uit Amsterdam, die is er, daar. Die heeft al sinds 1357 geen reet meer te doen, die man. Maar die ziet nou toch mogelijkheden om de overslag 2% hoger te krijgen daar. Ze doen maar. Ik bedoel, wat hier een beetje af en toe. Ja, jongens, ja, er komt nog een van de Rijnaken met een paar. Dan sturen we die naar Amsterdam, weet je wel. Om die mensen tevreden te stellen. Maar ik vrees toch dat het beleid, dat wordt uitgestippeld elders, dat dat toch niet overeenkomt met de visie die wij hier in Rotterdam op de wereld hebben. En die ook een beetje wordt, ik moet zeggen, af en toe tegen verkiezingstijd, dan word ik ook wel eens een beetje ziek van, dan zijn er ineens allerlei partijpolitieke nuanceringen die dan een beetje de hoofdrol gaan spelen, ook hier in de gemeenteraad. En dan denk ik toch bij mezelf, jongens, hey, hallo, het stadsbelang. Dat is het enige wat voor ons moet tellen. Het belang van Rotterdam. En we moeten er allemaal gelijk in de wederopbouwtijd, waar altijd, weet je wel, de wederopbouw, toen waren we allemaal eensgezind en dat moeten we handhaven. En ook wat ik zeg, waar je vandaan komt, maakt me geen reet uit. Als je in Rotterdam woont, ben je Rotterdammer. En dan moeten we met z'n allen, moeten we ons teweerstellen tegen pogingen om onze onafhankelijkheid af te nemen. En een beetje ja en amen tegen de regering. Regering. Ja, in Den Haag. Die zitten dan in Den Haag. Maar het hoofdkwartier van de P van de A, dat zit dan ook in Amsterdam. En dat kan je dan ook wel goed merken. Dan moeten we vanaf, wij moeten de oliekraan die tenslotte hier zit, zouden wij eens even moeten 24 uur moeten dichtdraaien. Hè? En de onafhankelijkheid uitroepen van ons geliefde Rotterdam. En dat we onze eigen baas zijn. En dat we dat willen blijven hier. Met onze Turkse broeders. Hè? En onze Marokkaanse broeders. En allemaal, en dat bedoelt, het zijn allemaal, en ja, Turkse Rotterdammers. Rotterdammers en niks Turkse en niks Marokkaanse en niks Nederlandse of niks, wat weet ik veel allemaal. Kijk, er is maar één wereld, die is van ons allemaal. Dus,
En we, kijk, we, gaan op, we zijn allemaal sterfelijk. Tenminste, dat, in mijn geval... In mijn geval moet ik dat nog zien, maar... Toch, we zijn allemaal sterfelijk en dat is wat ons allemaal gelijk maakt. En dat zouden we eigenlijk meer in, nog meer in de gaten moeten houden dan we nu al doen. En dat, we de, dat het ons allemaal tot broeders en zusters maakt. Hè? En ook verschil tussen mannen en vrouwen al te gauw. Kijk, vrouwen zijn ook mensen, niet waar? Ja. En dan moeten we ook, en daarom, en homoseksueel en allemaal, dat, al dat gedoe. Jongens, we gaan allemaal dood. En dat maakt ons allemaal mens. En daarom, Rotterdam moet daar het voortouw in nemen. En heel die discussie over dat, de splijtswam der groepsvorming, weet je wel. Die moeten wij hier niet de kans geven om ons te verdelen. We moeten geen verdeeldheid, maar eensgezindheid in Rotterdam. En dan komt het allemaal helemaal goed. Dank u wel. Zo kan u wel weer, zo kan u wel weer, ja. Aan het werk. Ik zou nog even willen voorstellen dat... ik mag voorstellen doen, niet maar. Kijk, ik vind dat... Kijk, we kunnen wel roepen van... Oh, men hebt het aan de Maas. En zit, maar dan gaan de kroegen ook niet dicht om 1 uur. Dus ik vind dat... en ook de horeca heeft een steuntje nodig, mensen. Want doordat... ik had graag gezien dat Rotterdam als enige gemeente in Nederland had gezegd van... Jongens, dat rookverbod in die kroegen, daar doen wij lekker niet aan mee. Want de horecasector heeft een enorme klap gekregen. En ik vind ook dat... Kijk, er is ooit een experiment geweest hier in Rotterdam. Onder Peper was dat. Toen was er een experiment dat duurde 3 jaar. Met vrije sluitingstijden in de horeca. Dat iemand die een zaak had, dat die open mocht zijn wanneer die wilde. En als die ontdekte dat hij 's nachts meer klanten had dan overdag, dan waren ze 's nachts open in plaats van open. En dat, ik vind ook dat iemand die een zaak heeft, dat moet ook de collega's van de VVD zullen daar toch mee in, dat je dan zelf moet uitmaken wanneer je open bent. Hè? Dat is toch liberaal of niet? En daarom zou ik willen pleiten voor een experiment, maar dan ook te kijken, want dat experiment was toen de tijd heel succesvol. Maar ja, dat duurde 3 jaar en ja, toen was het afgelopen. En ik denk van ja, een experiment, ja, dat doe je dan. En als het dan goed uitpakt, dan, ja, dan laat je dat door. Ja, maar dat was niet aan de orde. Nee, het was over na 3 jaar en dat, ongeacht het resultaat werd het toen afgeblazen. Kijk, dat was fout. Kijk, daarom moeten we, ben ik er erg voor om nogmaals een experiment in te lossen met vrije sluitingstijden in de horeca. En we moeten een beetje de dingen in de stad, ook kijk, er zijn dingen in de stad, die kan je niet regelen. Die moet je een beetje op zijn beloop laten. Ja, en dan loopt het heus niet uit de klauw. Echt niet, dan moet je een beetje aan de mensen zelf, want wij zijn niet... onmondige burgers, we weten zelf best wel wat we willen. En dat moet je een beetje de kans geven ook. Hè? Je moet niet te veel willen regelen. Hoewel dat natuurlijk voor de ambtenaren, want die zitten dus anders, ja, dan hebben die nog minder te doen dan nu. Als ze niet zoveel moeten regelen, dus die mensen zitten daar, ja, die moeten ook wat doen. Ja, oké, dan maken we nog een regeltje. De bepaalde dingen in de stad die gebeuren ondanks de gemeenteraad en niet dankzij, vind ik persoonlijk. Dus daar zou ik voor willen pleiten. Over vrije sluitingstijden in de horeca, daar zal ik, maar ik had nog een hele, maar daar zal ik het bij laten, want anders wordt het te veel natuurlijk in één keer. Maar dan kom ik voor die andere dingen nog wel een keertje terug. Want ik moet zeggen, na deze luttele minuten bevalt het burgemeesterschap mij uitstekend, moet ik zeggen. Dus
En wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Oh ja, daar liep ik langs. Maar kijk, je kan wel nieuwe beelden, hè? Nieuwe beelden neerleggen in de stad. En 10 meter hoog, hé, hallo. Maar dat ding dat voor de Bijenkorf staat, het ding, of de tulp van Gabo, nietwaar? Dat staat op instorten. En dat ziet er echt niet uit. Dus ik zou nou, voordat je die... Trouwens een lullige kleur, dat geel, van die wereldbollen. Voordat je die dingen nou neerlegt, hè, dat gaat natuurlijk ook de kosten open. Zou ik toch zorgen dat dat ding van Gabo, wat een prachtig ding is. Want het stort nou bijna van ellende in elkaar. Het ziet er echt, je moet er even langs lopen en even goed kijken. Dat is een schandaal, dat er zo... dat moet onderhouden worden. Dat is net zoals met een brug. Anders pleurt hij in elkaar, als je dat niet onderhoudt. Maar dit ding ook, dat is natuurlijk voor de langslopende... is dat een levensbedreigende situatie. Maar ja, dat dat ding in elkaar zakt terwijl je er langs loopt... ja, dat zou je zien. Dat moeten we wel onderhouden, mensen. En ook waar ik me ook vreselijk aan erger, dat is... Als je die tunneltraverse neemt, dat in het eerste tunneltje... er zit geen tegel meer op de muur, weet je wel. Dat ziet er bijzonder armoedig uit. Dus dat wou ik ook even... dat zijn misschien maar kleine dingen. Ja, waar heb je het nou over? Maar dat is ook zo belangrijk voor de entree in de stad. Die tunneltraverse is een architectonisch monument, mensen. Maar alle tegeltjes zijn eraf. En ik zie dat voorlopig... Zie ik dat niet, en je maakt mij niet wijs van, ja, die tegels vallen eraf en die kunnen we niet meer namaken of wat dan ook, want dat is natuurlijk lulkoek. Die tegels kan je nog zo krijgen en plak ze er even tegenaan. We hebben tegenwoordig lijmsoorten, nou, dan krijg je als de wereld is vergaan, dan blijven die tegels nog zitten. Dus dat is ook geen argument. Je moet het er een beetje oog voor hebben. Kijk, over de Brie-Noord kom je binnen, dan denk ik, oh, wat een stad. Maar als je de andere kant binnenkomt, dan denk ik, nou... Dus dat rijmt niet met elkaar. Dat wou ik ook nog even zeggen. Maar goed, hoe langer ik hier blijf staan, hoe meer ik ga bedenken. Maar, en daar zitten we niet op te wachten, want... We gaan afronden, meneer Delder. Ja, ik mag gaan afronden. Nou, dat is aan mij, hè. Kijk... Ik heb ooit een gedicht geschreven, Rotterdam is een stad waar gewerkt moet worden. En van vreemde praktijken zijn we hier niet gediend, merkte de kantonrechter op. Dat is ooit eens uit een proces toen tegen, hadden we hier ook een beetje provo, dus dat is ontzettend lang geleden. En toen werd dat gezegd tegen iemand die ze dan hadden opgepakt wegens opruiende activiteiten. Er werd dat gezegd. Kijk, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want kijk, wat nu naar voren wordt gebracht, dat zijn de Rotterdamse mensen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daar ben ik het niet mee eens. Mijn mening is, je kan niet gek genoeg doen. Oké. In deze gemeenteraad heet het dat wie dus een steen in de vijver gooit, dan kan hij natuurlijk ook nog wat verwachten. Dat is toch zo, dat is de mentaliteit van de Rotterdamse Raad. En het gaat hier soms wel hard aan toe. En ik heb begrepen dat degene die het spits wel afbijt, is de heer Molenaar. Nee, nog moet in de zak blijven. Ik heb wel even een vlokje water nodig hierna. Ja, eensgezindheid. Ik denk dat we daar allemaal achter staan. Maar ik las ook in de Trouw dat u helemaal niets van politiek moest hebben.
Maar ik ben toch eens naar die uitspraken gaan kijken. En zijn ze best aardig. En ze hebben best soms iets met politiek te maken. Als we het bijvoorbeeld over de inkomenspolitiek hebben, dan noteer ik hier van u. Niemand wordt van hard werken rijk in Nederland. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe. In de stad van de Plukje Kaalstraat. En dat is de deelder, de echte Rotterdamse ondernemer. En ik denk dat heel veel mensen zich in die uitspraak herkennen. En dan integratie. U zegt, wat is dat? Dat zijn Marokkanen in Rotterdam die de schurft hebben aan Marokkanen in Amsterdam. Dat is er wel eentje die we hier mooi mee kunnen nemen in het debat. En dan over cultuur. Daar zegt u van. En dan hebben ze het over uw stukken. Maar deze mensen vinden maar stukjes. Er zijn altijd van die gasten, journalisten, zuurpruimen, die denken dat als iedereen het kan begrijpen, dat het dan niks kan wezen. Nou, dat is ook een politiek statement, want dat is een behoorlijke vinger naar die kunstelite met de grote K. En u was niet de eerste volksdichter overigens, dat was Hendrik Tollens in de 19e eeuw. En ook die werd door iedereen begrepen en was mateloos populair. En niet voor niets kreeg u inderdaad toen in 2005 daarvoor de Tollensprijs. En dan vond ik het toch ook wel leuk om te lezen hoe u kijkt naar het plein. Een plein is een plein. Ja, dat vonden wij ook. We wouden daar Zatkin zetten, u ook. Is niet gelukt en nu zitten we dus met de ballen. En dan veiligheid. Tja, hij is natuurlijk wel de nachtburgemeester. En zoals Abu Talib de dag regeert, zo regeert Tilde de nacht. En ja, dat geeft natuurlijk ook wel direct aan hoe een dichter naar veiligheid kijkt. Studenten en kunstenaars die de nacht bestieren, zijn nooit bang en voelen zich niet onveilig. De dagmensen echter, en van die 650.000 Rotterdammers, die allemaal eengezind zijn, zeker. Maar een hele hoop van die dagmensen voelen zich af en toe niet veilig. En daar is die dagburgemeester dan thuis weer voor. Waar we u helemaal in vinden is het horecabeleid. Dat heeft u al gezegd. Can do krijgt u zeker ook vast.